Oké, praat! Jongere mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Gamesview en in deze video ben ik niet alleen. Ik ben samen met Anko. Hallo everybody. Well, hello. En wij gaan vandaag in deze video een Search and Destroy potje spelen met de Brescia en de XM350 als het goed is. Ja. En we gaan gewoon kijken of we natuurlijk dit potje kunnen gaan ownen, rekken, alles. Dus Anko, let's fucking do this, man. Yeah, man. En het is op Nuketown, dat is op zich wel een redelijk chille map voor deze class. En we hebben ook een... Oh, we hebben nu al gewonnen. Oh. We hoeven niet eens in ruk te doen en we winnen al gewoon. Oh, lekker team, weet je wat een helden. Okay. Kijk, die man waar kids. Kijk, daar kwam ik in het houtje. Ik zie mij niet. Oh, jawel, je schoot, lol. Ja, ik schoot. Trouwens jongens, voor het eerst in de video dat ik met iemand samen doe, hebben we als goed is twee facecams in de video. Dus dat is voor een keer iets nieuws. Het is wel geinig, dus ja, ik vond het wel geinig. Ja, met die knappe Anko, hè? Ja, knappe Anko. Op 2 minuten. Kut, ik wou... Oh my god. Ik werd gehit, Mark, en toen viel ik neer, toen ging ik dood. Lol. Ik denk dat we deze ronde niet gaan winnen. Oh, je gaat hem al gewoon planten. Wacht, ik heb hem terug. Hij gaat er gewoon ook voor. Oké, lekker, Anko. Kuit! Je moet achter de blauwe auto. Nee! Daar bovenin! Pak je launcher! Oh ja, er zit een fucking veel man bij die rode auto. Oh mijn god. Je moet wel naar die bom, hè, zodat ze hem niet gaan defusen. Links van je zit. Oh, daar is schietauto. Ja. Oh nee! Oh! Oh, we hebben verloren. Die guy bij die blauwe auto dacht echt van. Oh my god, is het zover? Hij ging naar de kogel. Ik kan het nog wel bijna dood. Ja. Hier, bots. Als je daar one shot in zijn hoofd had, had ik echt gelachen, gewoon, jongen. Ja, ik ook. Dat zou echt sick zijn. Oké, nou, is het de tweede ronde of derde ronde zelfs al? Dit gaat kei snel, jongens. Holy shit. Oké, ik moet even een andere tactiek gebruiken. Ik moet. Ja, laat me gewoon campen. Ja, oké, pak die hoek, ik pak deze hoek. Oké. Wacht, ik ga hier zitten. Oh ja, kut, maar als ze daar vandaan komen. Wacht, maar. Ik heb de deurpost ding. Heb jij het dan hier? Ja, maar. Niet ja, oké. Okay. Dan kan je heel snel reageren, want het is nog best wel ver weg. Oh ja. Ik heb niet. Dezelfde tactiek als jij, ja! Lol, kut, ik moet even hier zitten. Heb je iemand? Oh. Ja, ik schoot per ongeluk. Tegen hoeveel moeten nog? Tegen, oh shit, tegen 3 man. Oeh, is spannend. Oh. Hier, bitch! Ik gooi een termite in zijn kaak aan, lol. What the fuck? Lol, oh kut. Mijn ding is Oh, kijk, dit is een kill! Holy shit, ouwe! Nee, ik schoot gewoon random. Ik zag gewoon, kijk dit! Hier, ik hoor iemand schieten. Ik denk van, oh shit, springen. Zie ik hem daar? Hop! Yeah, lol! Het staat 2-1. Lekker, Anko. We gaan het winnen, man. Ik heb er echt vertrouwen in. Dit gaat lekker. Ik heb 3 kills al. Jij 1? Jeez, die team heeft 8 kills. Ja, dat heb ik al, hè. Oh ja, ik heb 1. Ja. Gaan we dezelfde tactiek weer gebruiken of gaan we hem erop afrushen? Ja, ik ga die gasten gebruiken. Bots! Oei, ik kan hem hitmaken! Oh shit. Termite! Oh! Lekker teammates. Ik heb een kill. What the fuck? Ik heb een ACSD, ouwe. Lekker, Anko! Hier! Oh, nou, je hebt 3 kills gelijk. Je hebt 2 kills in deze ronde gepakt, gewoon. Ja, man. Die Bres is zo sterk, ouwe. Waar staat hij? Gewoon bovenin? Oh ja, hier links. De sniper, of niet? Ja! My shit. Ik heb een ACXD, ouwe. Dus ik ga er even mee rondtoeren. Even kijken of we iemand kunnen killen. Laatste ronde alweer van ons team. What the fuck? Ik heb ook nog één. We kunnen z'n tweeën. Ja, heb je er ook? 2 autootjes, een beetje rondrijden. Moet ik hem bewaren of gewoon ingooien? Ja, bewaren nog maar even. Maar dit is de laatste ronde, hè? Oh ja. Mag ik roep er gewoon in? Ja, roep hem dan maar in. Ik probeer voor die dubbelkill te gaan. Ja, oh shit. Het besturen is nog best lastig. Beam! Kill steal!
5 om 1 en jij 4 om 2. Holy shit, ouwe, kan je dit ding gaan? Je klapt hier tegen die ding aan hier. Ja, kijk, dan kom ik er ook nog aan. Boom. Ja, jij schoot ook weer. Ja, jongens, ze zijn echt geoond, jongen. Holy shit. Ja, maar jongens, laten we nog gewoon nog een potje doen, omdat dit anders wel een hele korte video zou zijn. Dus we gaan... Dus een beetje blabla, ja. Was de video weer. Ja, dat was, er was één potje en ons team direct tegelijk. En die guy heeft 10 kills, ouwe. Maar jongens, wij zeggen tot bij game nummer 2. Tot zo. Zo mensen, we zijn bij game nummer 2 aangekomen. Deze keer is het op de map Breach. Dus we gaan deze zo ook weer ownen, net zoals net. Ik heb Breach. Ik heb een kill. Oh shit. Oh nee, ik ben geowned. Oh, ze hebben een M16. Ze zitten alle twee daar binnen, ouwe. Wat doet die teammate? Anko, kom op. Nee. Oh. Gaat deze teammate ze killen? Hij heeft 1 kill. Die andere teammate had er ook 1. Oh, nice. Oké. Okay. Oh my god. Was dat een echte of niet? Ja, dat was een echte. Dat vond ik helemaal niet okay. Hoe kan je zo'n scheet laten, gast? Jaren oefenen. Ja, ik merkte wel dat er een mooie diplomaatje achter zit. Ik kan het niet moeten laten, gast. Dat klinkt zo mongolisch, jongen. Oh. Nou, kom op, scheetpower, jongens, teammates. Ram die laatste guy even neer, alsjeblieft. Ja. Oh, je schiel. Zo, die sniper. Zo. En hij mist, dacht ik al. Oh, hij zit open. Kom op, hij moet het doen, deze man. Met zijn MX Garant. Kom op. Ik vertrouw niet in hem. Nee, ik denk ook... Oh, lekt hij nou of ligt het aan mij? Hij heeft 3-bar connectie voor. Oh nee, dat is iemand anders. Volgens mij zei hij niet de host. Oh. Ja, kom op, kill hem. Ik hoor hem niet. Hij gaat sowieso naar A toe, anders was hij al lang bij B geweest. Teammate, ga naar A. Hij gaat niet B planten. Hij gaat naar A, sowieso. Ik zeg het je nu alvast. Let maar op. Wat doet hij? Ja. Zit hij hier? Nee, achter je. Oh my god. Hij gaat dood. Hij gaat dood. Hij stresst hem namelijk. Hij moet wegrennen. Ja, hij is slim. Want hij moet planten. Volgens mij... Ja, oh! Die C4 die hij daar neerlegt, ouwe. Oh, wat een man. Deze vent, ouwe. Ik had het echt niet door. Kijk. Oh, wat nice dat hij die had neergelegd, doe. Ja, hij kon niks meer. Oh, ik dacht al, wanneer gaat die guy planten? Maar hij werd gewoon gekild door die fucking C4. Wat een held, ouwe, wat een held. Ja, gelukkig maar dat is een team in hebben. Ja, dat is een goed team. Oh, ik heb de bom. Zo. Oké, kom op, Anko. We hebben wel pressie op deze map, dat is eigenlijk best wel kut. Wacht, kom hier liggen, Anko, kom hier. We gaan hier liggen. Als jij de andere kant op ligt, dan hebben we allebei een deur. Ik ga gewoon achter jou. Ja. Jij moet de andere kant op liggen, hè, want je moet die deurpost... Oh, kut. Oké. Ze zit hier sowieso. Ik ga hier zitten. Hier links het terrein. Ja, hij is dood. Kan je mij goed zien nu? Nee. Kijk die. Oh, we hebben gewonnen, joh. Hey. We hoeven geen kut te doen. Hey, onze team gaat alleen maar 1 om 1. Lol. Oh my god. Ja, we konden gewoon zitten daar. We hoeven er niks te doen. Maar kijk, die assault rifles. Ja, gewoon zitten in de corners, weet je wel. Zien vallen dan. Ja, die guy dacht van... Sheet. Maar dat is kut, we hebben shotgun op deze map, man. Dat is wel tricky, hoor. Op zich, van dichtbij kan die wel veel doen, maar van veraf. Laten we een beetje op afrusten, wij moeten ook kills hebben. Ja, kijk, weet je hoe dat doet? Je pak je dan je secondary. Dan doe je zo. Hij zit hier, pas. Lekker! Ik had hem gehit aan. Oeh, kut! Achter je. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Kijk uit, Anko! Je moet daar weg, daarvan zitten daar mensen. Waar zitten ze? Links op B. Ik ga hem killen, fuck it. Kut. Anko, volgens mij zitten ze bij B, ouwe. Ja. Nee. Lekker! Die weet! Oh my god, hoe moet ik dit winnen? Ik heb geen RPG-kogels meer. Oh my god! Hij zit rechts boven in de hoek. Hier zag ik net twee man. Daar boven. Oh, ja, lekker. Oh my god. Hij zit er boven en dan rechts in de hoek. Wacht, RPG-kogels. Ze gaan op B. Weet je het zeker? Achter je, ja.
Ja! Oh, hij doet! Hij flikkert hem! Waar de fuck zitten ze? Geef mij dit wapen. Oh nee, kijk, ik heb weer ammo. Gaan ze naar A? Ze gaan naar A, denk. Oh my god. Ik denk het wel. Hij zit er bovenin, denk ik hoor. Nog steeds. Hij was aan het campen namelijk. Waar de fuck is die? Oh, get... Oh, praat! Ratata, die vent is geneukt, hoor! Oké, ik word hier geschoten. Oh shit, ik spring. Ik zeg het je. Oh my god, wat... Oh, die IPG is zo nice om te gebruiken in search, hè. Oh, die was hard, ouwe. 3-0. Zo, ik weet niet wat hij deed. Wat een potje, ouwe. Dit is echt nice Search and Destroy. Het is nooit zo intensief geweest bij mij, die in Search and Destroy potjes. Ook die guy die hier vanaf donderde, echt mooi. Los. Kijk uit. Kijk, niet in de deur openen. Oké. Schuif uit. Waar zit hij? In de deuropening? Ja, op het dak. Ik heb hem gestunt. Ja, ik zie hem. Ik heb hem nog een keer gestunt. Kijk uit, anker links. Oh kut, ik fucking tik bijna mezelf. Hij zit daar links gelijk. Wacht, ik heb een idee. Ik ga via het dak. Ja, ik heb hem! Ja, lekker! Via het dak! Ik heb een R6D, lol. Ik ga lekker planten. Waarom kan ik hier niet doorheen? Ik kon daar niet doorheen, maar we hebben hem gewonnen! Die... Oh, iedereen lieft ook. Anko, iedereen lieft. Kijk dit, man. Ja. Holy shit. Weer de C4 of niet? Ja. Ja. 10 out of 10. Dit bordje was... Perfect. Goed perfect gedaan, 5 om 1. Jij 2 om 2. Ik had die guy echt mooi via het dak, jou, hè? Ja, zeker nice, jongens. Maar jongens, vonden jullie deze video leuk? Vergeet zeker een duimpje omhoog te doen. Zou ik super tof vinden. Abonneer ook even op Sam en Anko's kanaal. Link zal in de beschrijving staan. Abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later.